Geregeld lopen in Nederland schepen van stapel. In alle soorten en vormen en van zeer uiteenlopende tonnages. Voordat het zover is, zijn ze veelal op schaal getest in een van de gebouwen van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation dat zijn hoofdzetel in Wageningen heeft. De modellen varen steeds op eigen kracht in grote bassins, waarin onder andere de weerstand in vlak water bestudeerd wordt. Boven het water rijdt met dezelfde snelheid een sleepwagen mee, vol registratieapparatuur, waarop de reacties van het scheepsmodel precies kunnen worden afgelezen. Ook worden de scheepsbewegingen via automatische schrijvers vastgelegd. In de bassins kunnen ook golven worden opgewekt om de invloed daarvan te meten. Spectaculair zijn de proeven in de hoge snelheidstank, waar onder andere het planeren van snelvarende boten bestudeerd wordt. De wagen op rails kan een snelheid van boven de 100 km per uur bereiken, wat overeenkomt met de werkelijkheid. Hier rijdt de wagen plusminus 30 km per uur. Zeer belangrijk is de studie van de zogenaamde cavitatie, het verschijnsel waarbij dampbellen op de schroefbladen ontstaan die de schroef ernstig kunnen aantasten. In een kort geleden in gebruik genomen vacuümtank, waarin alle proefnemingen via afstandsbediening geschieden, wordt een scheepsmodel en schroef nu samen bestudeerd. De druk in de tank is teruggebracht tot 400ste atmosfeer. In de sleepwagen, waarin de normale atmosferische druk heerst, is plaats voor 2 à 3 man die via kijkers of tv-schermen de reacties van schroef en model kunnen observeren. In een aan de tunnel grenzende controlekamer worden de gegevens direct in een computer gevoerd. Het proefstation beschikt over een grote ponsbandgestuurde tekenmachine die onder meer ten dienste staat van de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Wanneer in Nederland een tanker van de helling glijdt, is het vrijwel zeker dat een houten model ervan eerst tot in details bekeken is in het scheepsbouwkundig proefstation, waar bemanningen sedert 1971 de gelegenheid hebben te manoeuvreren in een simulator. Een geprojecteerd beeld voor de stuurhut geeft de roergangen de indruk van een echte vaart, waardoor bijvoorbeeld het binnenlopen van een haven gesimuleerd kan worden. Maar de steeds groter wordende tankers zullen in de toekomst buiten de havens moeten afmeren aan reusachtige boeien in open zee. Ook daarmee worden al proeven genomen. En men gaat verder, onder andere met studie van boorplatforms en olieopslag onder water. Varen op schaal is een uniek werk dat het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation nu al 40 jaar lang in Wageningen verricht.